Ik ben hier om een dorpsgenoot in de zon te zetten vanmiddag. En ik weet niet of u het al een beetje in de gaten begint te krijgen. Ik ga u niet vragen om naar voren te komen, want u staat daar nog lekker, denk ik, tussen uw collega's. En misschien voelt dat nog wel even veilig en vertrouwd, de rest komt zo direct. Maar ik ga u wel toespreken. Uw carrière startte in 1978 naast Gerard Cox. Volgens mij heb ik die hier ook al gezien voorafgaand aan de voorstelling. In de productie Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Als meest veelbelovende eindexamenleerling Kleinkunstacademie kreeg u daarvoor de Prix Suisse-prijs. In de daarop volgende 4 decennia hebben we u kunnen zien in een breed scala aan revues. Tientallen musicals van Les Miserables en Mamma Mia tot Moeder, ik wil bij de revue. Films, toneelstukken als One Flew Over the Cuckoo's Nest en op televisie. Televisiekijkers sloten u massaal in het hart tijdens 9 seizoenen van Kees en Co. Voor uw rol van Kees Heistee ontving u de Academy Award voor beste comedyactrice. Overigens las ik vorige week dat de serie na 12 jaar weer terugkomt op tv met een nieuw seizoen. De jaren erna ontving u nog veel meer prijzen, waaronder de Gouden Harp voor uw bijdrage aan de kleinkunst in Nederland. En in 2017 ontving u tijdens het Musical Award Gala prestigieuze Musical Award. Dit jaar mocht u de John Krijkamp Musical Award in ontvangst nemen voor beste vrouwelijke hoofdrolspeler voor uw rol in Was getekend Annie M.G. Schmid. En deze succesvolle musical waarvan we vandaag het eenjarig bestaan vieren, dat was de reden voor een feestje vandaag, die is inmiddels verlengd. U vertolkt de rol van Annie M.G. Schmid. U bent in de huid van Annie gekropen en vindt herkenning, maar ook kracht bij de vertolking van die rol. Het lied Zonder jou in de musical geeft pijnlijk uw gemis weer van uw geliefde Guus. Nog geen 5 maanden na zijn overlijden ging u alweer een podium op. Dat vergt moed en kracht en professionaliteit. Mevrouw Kleinsma, u wordt geroemd om uw intense rolvertolking waarmee u het publiek weet te raken, uw professionaliteit, gedrevenheid en uw begeleiding van jonge acteurs. Een citaat over u. Simone Kleinsma is niet alleen veelzijdig, maar bovenal bezield. En met haar bezieling weet zij emoties middels haar acteren en of zang over te brengen op publiek. Maar u heeft de afgelopen jaren ook belangeloos medewerking verleend aan diverse goede doelen, zoals het Rode Kruis Gala, ALS Fundraising, Alzheimer Nederland en KNGF. En dat zijn ze nog niet eens allemaal. U verzorgt belangeloos optredens en tijdens speciale inzamelingsacties stimuleert u anderen een donatie te doen. Dat er heel veel waardering is voor uw inzet blijkt wel uit het feit dat u bent voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Alleen mensen die iets heel bijzonders presteren of zich op een uitzonderlijke manier inzetten voor de maatschappij komen in aanmerking voor een dergelijke onderscheiding. En het mag duidelijk zijn dat die beide criteria op u van toepassing zijn. Een koninklijke onderscheiding is dan ook meer dan verdiend. Mevrouw Kleinsma, het is mij een grote eer dat ik u namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander mag benoemen tot officier in de Orde van Oranje.
Hoe voelt dat? Lekker hoor. Lekker hè? Ja. Oh. Dus Simone, laat het compliment wat je nu krijgt, laat het echt bij je binnenkomen, want het is terecht. Maar gebruik het als inspiratie voor de toekomst. En dan moet je het privé alleen doen. Al je vrienden om je heen zijn er, je collega's om je heen, om je te helpen. Om zo lang mogelijk van je prachtige talent gebruik te maken. Gefeliciteerd.